zo. Spannend, hè? Ja, goed zo. Dank je, Puk. Ga je me even helpen, hè? Want Sarah moet leren terug te komen. Ja, dank je wel. Oeh, dat was een meneer. Spannend, hè? Ja. Dubbele sleeplijn, omdat ik niet afhankelijk wil zijn van een treklijn. In theorie, als je er volle vaart in knalt, dan ben je afhankelijk van de sterkte van zo'n musketonhaak. En die is nou eenmaal niet zo sterk als die van mijn riemen. Dus, en ook dat lijntje zou best kunnen breken. Dus stel dat ze schrikt en in volle vaart weg wil en het zou breken, dan heb ik er nog de sleeplijn aan. Je ziet Sarah heel erg snuffelen. Ze vindt het spannend, maar wel leuk spannend. Maar ze ruikt veel meer dan Puk. Ze neemt echt alles in zich op. Ze loopt maar een heel kort stukje. Ik denk dat ze zo heel moe gaat wezen. En dan in die spannende auto weer. Dit is stress uitschudden. Het is erg spannend, maar ze vindt het wel leuk spannend. Hé, jij, Sarah? Ik vind het wel heel leuk. Op mijn knieën en dan hoop ik dat ze met Puk meekomt. Goed zo. Als je gewoon blijft staan en de roep komt ze nog niet. Daar heeft ze veel te druk voor, hè? Maar je doet het ook knap hoor, meis. Ja. Tongelen, likken. Dat zijn allemaal stresssignalen. Dus ze geniet, maar ze vindt het ook zo spannend allemaal. En daarom is een kort wandelingetje op dit moment nog goed. Straks moet ze kilometers maken.